Voilà, ziezo, goedenavond. We gaan rustig starten met een lichte opwarming. Ik nodig uit om terug de juice te pakken. Het is het gemakkelijkste om op te warmen. Allee, ops. Oké, in de nek. We rollen. Oké. Beneden, duim naar binnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Andere kant. Oké, draaien. Andere kant. Oké, de teentjes. Ik zit hier blootvoets. Ik heb wel koud aan mijn teentjes. Ik ga weer. Zo, ik ga misschien nog even de volume uitzetten. 1. Ja, waar. Ik vind het niet meer bot, is het jaar. Oké, goed. We starten met die richting Shihozuki. Welke kant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Oké. Probeer nog een keer. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Dat is de juiste. Ik was een beetje rap geweest daarnet. tot 10. Uit, nog eens. 1. Uit. 2. Uit. 3. Uit. 4. Uit. 5. Uit. 6. Uit. 7. Uit. 8. Uit. 9. Uit. 10. Uit. Kort samenvatten. Aandachtspunten is de richting. En eigenlijk je proberen je richting zo volledig mogelijk in te vullen. Mentaal en fysiek, daar gaat het om bij die Shihozuki. Oké.
Sorry. Joe Awadzi, dat is onze fameuze RIA's. Er zijn dus die reeks bestaat in klassiek Aikido als onder de noemer van Joe Awadzi. Awadzi betekent versmelting. Ja, samenkomen. Dus het is een geheel van bewegingen die eigenlijk met elkaar verbonden zijn. En het zijn allemaal variaties eigenlijk op quasi de Yodan Geishi, Gedan Geishi. En die kennen wij onder de noemer Riai no Ich, Ni, San en Yon, die vier. Maar eigenlijk is dat één enkele beweging van die Joe Awadzi. En zo zijn er van die Joe Awadzi's zes. We hebben er eigenlijk al vier in ons catalogus. Vandaag gaan we de vijfde aan toevoegen. Het is niet een al te ingewikkeld. Ik moet hem zelf ook een beetje nog zoeken, omdat ik hem ook zelden doe. Maar we gaan er in die richting. We starten met de gekende stof. De Riai no Ich, Ni, San en Yon. Er is Yodan Geishi, Gedan Geishi. We starten samen. Ai, kom maar. 1, ai. 2, ai. 3, ai. 4, ai. 5, ai. 6, ai. 7, ai. 8, ai. 9, ai. En 10. Dus andere kant. 1, ai. 2, ai. 3, ai. 4, ai. 5. Ai, 6, ai, 7, ai, 8, ai, 9, ai, 10. Riai no Ni, zoals we die noemen, is eigenlijk 1, ai, 2, ai, 3, ai, 4, ai, 5, ai, 6, ai, 7, ai, 8, ai, 9, ai, 10, 1, ai, 2, ai, 3, ai, 4, ai, 5, ai, 6, ai, 7, ai, 8, ai, 9, ai, en 10. Riai no San. Dit is dezelfde als de Riai no Ich, behalve dat het hoog laag komt en wat laag is, gaat naar boven. Dus we krijgen zoiets. 1, ai, 2, ai, 3, ai, 4, ai, 5, ai, 6, ai, 7, ai, 8, ai, 9, ai, 10. Dus 1, ai. 2, ai, 3, ai, 4, ai, 5, ai, 6, ai, 7, ai, 8, ai, 9, ai. Jong is hetzelfde als de tweede, behalve dat hij eigenlijk beneden naar boven gaat. Ai, dus hebben we toch een 1, ai, 2, ai, 3, ai, 4, ai. 5, ai, 6, ai, 7, ai, 8, ai, 9, ai, en 10. 1, ai, 2, ai, 3, ai, 4, ai, 5, ai, 6, ai, 7, ai, 8, ai, 9, ai, en 10. Zo. 1. En dus, dit is eigenlijk de eerste dat we het meest op gewerkt hebben. Die vier variaties daarop. En Joe Awadzi nummer 2 is eigenlijk een beetje in dezelfde stijl. Behalve dat we daar eigenlijk een eerste hasso aan toevoegen. Dus we krijgen een beweging als deze. 1, ai, 2, ai, 3, ai, 4, ai. 5, ai, 6, ai, 7, ai, 8, ai, 9, ai, 10, ai, 11,
12 wissel. 1, uit. 2, uit. 3, uit. 4, uit. 5, uit. 6, uit. 7, uit. 8, uit. 9, uit. 10, uit. 11, uit. 12. Dat is dus die tweede. We gaan dat nog een keer overdoen. En de hasso wordt er eigenlijk hier aan toegevoegd als zijnde een variatie op het feit van hoog laag te gaan. Oké, we proberen nog een keer. Ai. Ja, 2, 1. Ai. 2. Ai. 3. Ai. 4. Ai. 5. Ai. 6. Ai. 7. Ai. 8. Ai. 9, uit, 10, uit, 11, uit, en 12, wissel. 1, uit, 2, uit, 3, uit, 4, uit, 5, uit, 6, uit, 7, uit, 8, uit, 9, uit, 10, uit, 11, uit, en 12. Zo. Hey. Dus de tweede is herkenbaar met de hasso. De derde is eigenlijk een wissel met eigenlijk meer dan een soort grote chomin die van achter komt op zijn acht en eindigt eigenlijk met een diepe hop chomin die van helemaal achteraan lekker bam recht naar de hoofd gaat. Oké, we proberen hem rustig. 1, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, en 10. Bam! Dus opnieuw. 1, up, 2, up. 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, en 10. Bam! In die diepe, grote schommel. Oké, we gaan hem nog een keer herhalen. Ietsje langzamer, goed. Concentratie met een soekie. Kun je dan draaien. 1, flipbeweging, stoot. Verdediging, jokkelmijn, en wissel van kant. Hop, wissel van de kant, en hop, diepe schoen. Oké. Okay. En dan heb ik op de andere kant. 1, hop, 2, hop, 3, hop, 4, hop, 5, hop, 6, hop, 7, hop, 8, hop, 9, hop, en 10. Bam! Oké, okay. Dat is eigenlijk de set die we gezien hebben voor die derde Joawazi. We gaan naar de vierde Joawazi die we vorige week gezien hebben. We gaan eventjes terug het stof halen. Ikzelf ook. We starten met 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 en 9. Dat is eigenlijk een vrij gemakkelijk. We gaan eigenlijk gebruik maken van de jokkenmen. Een laag jokkenmen en eigenlijk onmiddellijk een aanval van die lage jokkenmen. Dus 1, 2. Ik ga hier een laag jokkenmen geven. 1. Maar je krijgt onmiddellijk een tweede aanval naar het gezicht. Hop, pareren. 3. En we gaan naar achter gaan. En hier keren we terug. Naar voren, 1. Ja. Dus 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up. Ja. Dus 1, up, 2, up, 3, up, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7,
op en 8 wissel. Het is belangrijk dat we van beneden naar boven en van beneden terug naar boven gaan. Enfin, belangrijk om het een beetje gelijk te houden met onze vrienden van de klassieke Aikido. Dus nog eens langzaam. 1, op, 2, op, 3, op, 4, op, 5, op, 6, op, 7, op, 8, op en wissel. 1. Dus toen heb ik een drie kwart hier. Aandacht is eigenlijk hier met een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus dat, daar zie je eigenlijk wat er gebeurt. Hè. Je wordt aangevallen, 1 uit lijn 1, 2, en eigenlijk hier ga je naar beneden, maar je wordt eigenlijk hier bij de gezichten, hop, vang je op, naar achter, en tik je terug naar boven. Flipbeweging, stoot, en wissen. Oké, dat is dus eigenlijk die fameuze vierde. Dus niet ingewikkeld, maar je moet onthouden dat we hier met een 1, 2, hoog, laag, hoog, laag, hoog, flip, hoog. Hè? Dus dat is eigenlijk het principe, van een keer aan de kant. Hè? Dus 1, 2, hè? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus je merkt, de lijn van de Riai, die Duawazi, zijn eigenlijk allemaal oefeningen waarbij dat je aandacht verandert van hoog naar laag, van laag naar hoog, 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 laag, laag. Dit zijn die variaties. Daarna is alles mogelijk natuurlijk. In een gevecht weet je niet wat er komt. Maar die Duawazi hebben als functie onze waakzaamheid en de verschillende posities van ons lichaam te herkennen door die beweging. Daar gaat het voornamelijk om. Voor de rest is een gevecht een gevecht natuurlijk. Oké, we proberen onze vijfde. De vijfde is, zullen we het samen doen? Kijk, we starten met een eenvoudige tsuki. We keren naar achter. En van hier keren we terug naar boven. 1. Een flipbeweging. 1. Ja. 1. Wacht. Ik moet mezelf opletten. Dus wacht. 1. Op. 2. Op. 3. Op. 4. Op. 5. Op. 6. Op. Nee, ik ben het mis. Het is een beweging. 1, 2, 3, boven, 4, 5, 6, 7, ik ben hem vergeten zeg. Ik ben helemaal mijn klus kwijt. Wacht, ik ga nog even proberen. Het is ook 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dat is het. Alright, oké. Probeer nog een keer. Hè? Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 wissel. Oké, dus 1, laag, terugkeren, van hoog naar laag, hoog, laag, laag, hoog, flip, stoot en wissel. Oké, dat is die fameuze 5. Die 5 en 6 die we volgende week misschien al
ook gaat bijnemen, ga je merken dat ze heel veel met elkaar veel gelijkenissen hebben. Dus daarom is het gemakkelijk om ze aan bij te nemen. Bon. Probeer nog eens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, de wissel of eigenlijk mag je gelijk blijven. 1. Als we de andere kant doen, is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dat is het. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dus links voor nu. Oké, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en ja, een wissel of eigenlijk moet je geen wissel doen. Start je nu rechts voor. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en zo. Links voor. Dus Suki Gedan. Hier ga je hoog en naar beneden. Schuin. Keer je hoog en word je eigenlijk hier aangevallen in de voet en blok je. Naar beneden. Hoog. Flipbeweging. 1 en terug. En dus die flipbeweging die herken je elke keer. Die komt elke keer terug. Of aan, aan het begin van de oefening. Of aan het einde van de oefening. Afhankelijk van de Joa Wazi die je kiest. Goed. Herhalen nog een keer. Links voor. 1. Achter. 1. Onder. Hoog. Laag. Laag. Hoog. Flip. Toot. En ja, wissel van kant. Dus rechts voor. Ah, je bent vertrokken. 1. Up. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en terug. Links door, aai, vertrokken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en 1. Dus rechts voor deze keer, allee, vertrokken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en 1, hè. Dus hier merk je, het is altijd een hersenspin om de volgorde en de nauwkeurigheid te bewaren. En dat is eigenlijk de oefening. Die Joa Wazi is eigenlijk de puzzelstukken herkennen en werkelijk onder controle te houden. Dus er zit een stress van de oefening, maar eigenlijk moet er de basis van die eerste RIAI 1, 2, 3 en 4 moet zo sterk zijn dat, dat je meer ontdekt van eigenlijk zijn dat variaties, extra variaties op die oefeningen. Daar gaat het om. Joa Wazi, nummer 5, links voor. Allee,
Nog een keer. 1. Op. 2. Op. 3. Op. 4. Op. 5. Op. 6. Op. 7. Op. 8. Op. 9. Op. 10. Op. En draai. Zo. 1. Allee. 1. Op. 2. Op. 3. Op. 4. Op. 5. Op. 6. Op. 7. Op. 8. Op. 9. Op. 10. Op. En dan. Oké. Voilà, dat zijn de 5. We kunnen misschien, ik ga eens kijken dat het juist is. Ja, het is nog maar kwart. Nou, we gaan misschien nog terug afsluiten met de Shihosuki. Die richting 1 met de Jo. Heel eenvoudig beweging. Ai, 1. Ai, 2. Ai, 3. Ai, 4. Ai, 5. Ai, 6. Ai, 7. Ai, 8. Ai, 9. Ai, en 10. Ai. In hetzelfde principe heb je eigenlijk terug de kracht van de Suki schuiven, stoot, verdediging. Hè? Dus dat is eigenlijk wat we doen als we het veel doen. Zoals was ik, om duur doen we dit. Maar eigenlijk moeten we martialiteit in behouden. Eén, ap, en onze jokkenmen op onze slag. Eén, ap, volledig met onze volle lichaam doen. Ik wil dat gewoon nog even benadrukken als je de awazis terug inhaalt. Van zodra dat je een beetje de structuur onder controle hebt, voeg alsjeblieft en zo snel mogelijk de juiste elementen aan toe en niet uitsluitend de nummering ervan te onthouden. We gaan die blijven herhalen. Ik probeer dat ook. Hè. Eerlijk gezegd, het zijn ook oefeningen die voor mij al lang een beetje vergeten waren. Ik probeer ze nu terug op te frissen, omdat we die mogelijkheid hebben. Maar ik besef zelf wel dat het eigenlijk vraagt heel veel mentaal en fysiek om de coördinatie daarvan te kunnen doen. Joawazi is eigenlijk de basis, zoals dat je eigenlijk een Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo en Gokyo zou hebben. Ja, Ikkyo heb je vrij snel begrepen, Nikkyo... Ja, kun je er wel van maken. Sankyo zegt ook, oké, er is een variatie daarop. Yonkyo gaat ook nog. En Gokyo, ja, dat zijn ook wel die speciaaltjes. Maar eigenlijk zijn al die speciaaltjes vormen de basis voor de Kihon. Dus eigenlijk de Ozaiwaza start te maken. Het is ook niet op 1, 2, 3 dat je dat geleerd hebt. Maar door het blijven uitvoeren, dat het betert. Hier ook met de Jo, die Joawaze. Er is een moment... van leren, te herkennen en de stappen die ervoor nodig zijn. En daarna begin je eigenlijk de structuur veel beter te herkennen, te kunnen voelen ook, zodanig dat, je eigenlijk, dat het minder een hindernis is en dat het eigenlijk meer een gevoel juist gaat geven van vooruitgang. Goed, we gaan verder met de Bokken. Of zijn er nog vragen rond de Joawazi? Zijn er vragen voor de Joawazi? Ik kan je vragen. Oké, dan gaan we verder met de Bokken. Oké, mannen, bedankt. Met de Bokken vandaag... gaan we niet te veel aan toevoegen. We hebben vandaag al heel goed gewerkt met de Jo. We gaan eerst herhalen is opnieuw onze Shihogiri. En heel eventjes de manier waarop dat je eigenlijk je Shihogiri en je wapen gaat nemen. Dus 1, dus eigenlijk linkervoet gaat lichtjes naar voren. Gaat je zwaard nemen. Zwaard uittrekken. Rechtervoet komt naar voren, je gaat je zwaard nemen in en in kamaiko.
Dat is eigenlijk de klassieke manier om je zwaard te trekken. In principe zit die eigenlijk vast in je gordel met de saya. En je gaat eigenlijk je zwaard 1 nemen. Ja. Om hem uit te trekken. En dan eigenlijk hier innemen. Het is niet zo dat we die gewoon zijn bij Sugano. Bij Sugano ga je eigenlijk je zwaard lichtjes verschillend gaan trekken. Want hier zit je, vertrek je vanuit een brede basis. En ga je juist flinterdun maken. 1. En dus hier, het is een verschil waarbij dat je eigenlijk van breed door 1 gaat je eigenlijk je tsuka vastnemen en je zwaard vastnemen. 1, op 2. En dus je merkt dat in klassiek Aikido de vraag is 1. Op zwaard trekken rechtop, dus minder hoog, minder naar het hoofd, maar eigenlijk veel eerder de filosofie van links, zwaard uittrekken, vrijmaken, één en klaar voor een gevecht. Bij de Sugano ging het voornamelijk om het beseffen van eigenlijk hier in een broze situatie te staan en door eigenlijk je hoek in, op, je flinterdun te gaan maken, je gaan beschermen onder je wapen om eigenlijk in verdediging te kunnen komen of er in een aanval te gaan. Dus hier, klassiek Aikido, is eigenlijk het trekken van het zwaard is niet in een gevecht gebonden, maar is eigenlijk bedoeld om 1, ik trek mijn zwaard uit zonder dat er gevaar is. Dus er zijn elke school heeft zo zijn reden om de zwaard te trekken. Uiteindelijk de bedoeling is eigenlijk van te oefenen met getrokken zwaard. En hier in klassiek Aikido starten we. Links de voet wordt eigenlijk, de linkervoet wordt ingezet. Je neemt je zwaard en je gaat eigenlijk diep instappen. 1 en je zwaard voor u houden. Dus dat is eigenlijk de basis klein onderscheid in het zwaard trekken. 1. 2, 3. Dus je zwaard passeert als bescherming voor je lichaam en de punt zorgt ervoor 1, dat je goed beschermd zit. Je zit met een getrokken zwaard. Hier heb je zwaard in de saya. 1, hij gaat eigenlijk 1 hier op, 1, 2, 1 naar voren. Met als onderscheid van Sugano, waar je hier had, 1, op, 1, 2, naar voren gaat ook, maar je ziet en je merkt, dan zit daar een klein verschil. Voilà. Ik vertelde dat eigenlijk meer als intermezzo na onze hartlabeur van de Joe. We gaan even de Nihon Zenshin Zenbugiri terugnemen. Dat zijn die twee staps die we kennen. We hebben ze de laatste weken bijna niet meer gedaan. Dus de gelegenheid om ze terug met de stof te halen. Oké. In Nihon Zenshin Zenbugiri Renzukude, een heel lange titel om uit te leggen dat er verschillende stappen moeten gebeuren. Twee stappen namelijk. Een eerste, een tweede. Renzukude betekent gewoon, je doet hetzelfde aan de andere, in de andere richting. Dus één stap, een tweede stap en terugdraaien. Dat is eigenlijk onze eerste oefening. De tweede oefening is opnieuw een twee staps, maar je gaat instappen en verder instappen en draaien. Instappen, verder instappen en draaien. Dus je gaat die twee stappen doen, niet met een slag per stap, maar eigenlijk 1, 2 laten vallen. Dus je gaat eigenlijk een andere maai creëren, een afstand om je zwaard 1, 2. Waarbij dat je daar straks een eerste slag nodig had en een tweede slag nodig had om eigenlijk de afstand te kunnen uitzetten. De derde oefening kennen we hier ook. Gaan we hier met een stap onze wapen duw draaien. 1. Dat is stap, duw, stap en draai. Dus hier. Terwijl je eerste stap zet,
stap ga je hoog. En in de tweede stap zet je hoger en maak je je klaar om te draaien. Stap hoger en draai 1. Dat is eigenlijk die twee stappen met een draaibeweging aan toe te voegen. De vierde is zogezegd die moeilijke, omdat we ons laten beïnvloeden met onze voet en onze oog, omdat er vrij veel gedraaid wordt. Maar hier, alsjeblieft, laat je niet onder indruk brengen. Eigenlijk breng je je zwaard naar achter. Draai je lichaam en stap je in. Je linkerhand laat je los. En je draait met je zwaard in wijzerzin op en je stapt in. In principe eindigt dus met de linkervoet voor. Je wapent, je draait. Dat is je eerste stap. Je tweede stap is instappen. Bij het dragen hier ga je eigenlijk tegen wijzerzin in. De rechterhand laat je los, je draait. En je stapt weer in en je eindigt in je basispositie. Hè? Dus kort herhalen, stap achter, draai, stap in, draai, stap in, stap achter, stap in, draai en stap opnieuw in. Dus die vierde met die draaien. Oké, de vijfde is vrij gekant ook, want dat is eigenlijk de driehoek, de sankaku. 1, 2 en 3. Draai in. Uit de lijn, op de lijn en draai. Ik zeg altijd soms uit de lijn, over de lijn, op de lijn. Weet je waar het om gaat? Is dat je het gevoel hebt dat wanneer dat er een aanval is voor u, dat je eigenlijk instapt, dat je ernaast zit en dat je er eigenlijk erin klopt. 1. En dat je zijn plaats inneemt. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat is eigenlijk de oefening Sankaku. Dus de driehoek. Niet enkel een stap naar voren, maar eigenlijk een hoek. Aanpassen, hoeps, in. Aanpassen en indraaien. Dus dat betekent dus dat je hier die driehoek vrij kunt interpreteren. Door eigenlijk hier één, dit te kunnen doen, een grotere driehoek. Of bijna eigenlijk een fijne driehoek. Het gaat dan om de Irini-principe te hanteren. Zijnde, ik kom in, maar ik kom niet rechtstreeks in. Ik ga hier schuin inkomen. Dus ik ga vlijmscherp proberen in te komen, maar toch mijn bescherming te kunnen genieten. Dat is eigenlijk opnieuw die twee staps. De maai, de TI, de timing die daarvoor nodig is, te laten onderzoeken en daarmee experimenteren. Dus hier krijgen we, als we ze de vijf naar elkaar doen, niet onzinchen, zijn we hier. Gaan zoeken die 1, hai, 2, hai, 3, hai, 1, hai, 2, hai, 3, hai, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En dus hier merk je twee staps. Eigenlijk heb je door de verandering van draai, heb je altijd een derde beweging die fungeert om links en rechts te kunnen uitvoeren. Of voorwaarts, zoals je wil. Oké, probeer nog een keer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 en 3.
Okay. En dat is hier ook, je macht door het blijven herhalen om het duur, creëer je een gevoel van, ja, ik heb alles onder controle. Dat is op zich een heel fijn gevoel. Ik zou zeggen, onderhoud, probeer het niet te vergeten. Dit is echt de absolute, die zit ook in ons programma, denk ik voor, ja, ik denk derde of vierde Q. Omdat we van een bedrijf zijn, eigenlijk is dat chemin oefenen en lichte variaties daarop. Dus probeer die echt af en toe te herhalen, al zijn daar maar stukjes ervan en dan kan je de juiste volgorde niet, maar probeer die twee staps voor jezelf te onderhouden. Vooral eens voor jezelf. Oké, goed. Vandaag wil ik nog even de Kaizens gaan nemen, omdat we straks, als we de Yodan gaan overnemen, ga je eigenlijk een aantal gelijkenissen vinden en dat ons dus gaat helpen de Yodan wat minder moeilijk te maken. Goed, Kaizen. Sorry, ik heb keelpijn en ik heb daar heel rustig af en toe. Volgens mij nog altijd geen corona. Gelukkig maar. Allee, Kaizen. Nummer 1 is eigenlijk hier. Een 1 en 2. Ah. Dus hier is echt de oefening zoals je met katati. Als je zo moeten inbeelden, de katati dat je katati door je hebt. 1. En je gaat openen en draaien. Andere kant. Openen en draaien. Dus dat is echt een zuiver kaizen. Is stap. Draai, stap, draai. Maar je hebt eigenlijk openen en draai, openen en draai. Door het feit dat we een zwaard dragen, als je de andere kant oefent, heb je niet het gevoel dat het juist zit. Maar normaal gezien, als je hier een katati zou hebben, één, dan ga je eigenlijk hier uit de lijn, onder en draaien, voor de kijker te kunnen doen. Normaal ga je hier onder de arm en dan ga je wegdraaien. Als je de andere kant doet, doe je eigenlijk met hetzelfde. Ja, onder de arm en je draait in. Open en draaien, dat is eigenlijk de reden van kaizen. Kaizen nummer 2 heeft eigenlijk een pivot oefening. Je draait in en je staat toch. Dus je open, draai en slaat toe. Als je links toe zit, opent je, draai je weg, af en je slaat toe. Waar gaat het? Dus, de blote handtechniek is echt heel dichtbij. Rechtsvoor, dus open, slag, open, slag. Dus een heel sterke pivotbeweging. De derde daarbij is eigenlijk een variatie waarbij dat je 1, 2, maar doortrek en eigenlijk naar beneden gaat. Een zoekje geef en indraai. Dus open, pivot, slag naar beneden, zoekje en draai. En het komt goed uit in die oefening. 4 is... 4 is... 1 en eigenlijk hier een ops, joko, 1, 1, draai, op en terug. En dus hier is eigenlijk een grotere draaibeweging eigenlijk. We weten intussen, het heeft heel veel van ops, maar komt die gaishi 1 sluiten. En daar gaat het op neer. En je kunt met 1 hand werken, maar je kunt ook eigenlijk 2 handen behouden. Dus 1. Draai, slag,
één, draai, slag. Eén. Dat is eigenlijk de sat. Dat is de nummer 4. Nummer 5 is die fameuze waarbij dan we de lijn gaan. Er één, opste één en inslag. Uit de lijn, onderdoor en draai, één. Die 5 zijn die kleine variaties. Dus 1, draai, eigenlijk een 4, hop, 1, 2, 3, op, 4, op, en 5. Dus hier heb je, als je een beetje schuin ziet, merk je dat we hier uit de lijnen gaan openen, draaien, inslaan. En van de andere kant is het 1, draaien en inslaan. Dat is die fameuze weer. Als we naar elkaar doen, dat we gaan proberen, is eigenlijk 1, hap, 2, hap. De tweede, 1, hap, 2, hap. 3 is hap, hap, hap. 1, 2, 3, 4. 1, op, op. 1, op, op. 4 is 1, op, 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 op. 5. Dat zijn de 5. Lekker. Gaan we nog een keer rustig aan doen? Proberen. 1. 2, 3, 4, 5, naar elkaar. Ah, kom aan, concentratie. 1, hap. 2, hap. De tweede. 1, hap. 2, hap. Derde. 1, hap. Hap. 1, hap. 1, hap. 4 is 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 is 1, 2, 3, 5, B is 1, 2, 3. Het blijft herhalen natuurlijk, het is moeilijk om uit te leggen en ook goed te zien uit te voeren. Probeer die 5 te behouden. Oké, vorige week hebben we Hasso gezien. Hasso was eigenlijk geen al te moeilijke. Waar had hij erbij? Dus de Hasso was eigenlijk hier één naar hier komen. 90 graden. 1. Een stap naar achter. Een stap naar achter. En stap achter. Ik neem je nog ziet, ja, net wel. Hè? Stap in, stap in. En dan ga je eigenlijk weg van elkaar wegdraaien met een 90 graden rechte slag. Je hoofd beschermen, eigenlijk een kessa doen, schuin naar Hasso. Dus de tweede Hasso sta je nu, ik ga weer even draaien, terug naar elkaar van voor jullie. 1, hè? Maar eigenlijk zit je hier met een positie waarbij dat je dus 90 graden wegdraaien. 1, 2, 3. 1, 2, naar voren. Schuin in. Draai in. 1. En hier start je dus met, dus opnieuw met je linkervoet voor. 90 graden. 1, 1. Stap achter. 2. Stap achter. Stap in. Stap in. Uw gezicht beschermen. 1 en diagonaal 3. Hasso. Dus dat was Hasso. Dat was geen al te ingewikkelde. Voornamelijk dat hij ook integraal teruggezaten is als in de Mizugino Ken. Dus voor degenen die de Mizugino Ken nog kennen, de reeks van 45 met de zwaard. Het is exact hetzelfde. En op een bepaald moment kom je hier in de Hasso, zo gezegd. En je gaat eigenlijk hier 1, 2, 3, 4, 5. De hoeken zijn een klein beetje verschillend.
Maar eigenlijk is het de beweging identiek, identiek, identiek. Goed, dus vandaar dat het een gemakkelijke beweging is. Jodan. Jodan, daar gaan we vandaag op. Er zijn er, denk ik, 5. Vandaag doen we 1, 2 en 3 gaan we brengen. De 2 en 3 zijn heel dicht bij elkaar. Dus vanaf dat 2 gekend is, is 3 een makkie. Jodan is hoog. Hier gaan we eigenlijk een stap achter. Stap achter. En draai. Dus we krijgen 1. Hasso. Jodan. Het Jodan. Ik kom eigenlijk in een hasso. En je gaat eigenlijk hier een stap achter. Stap achter en terug. Je moet niet terugdraaien. Eigenlijk blijf je naar de camera. Sorry. Dus hier 1. Jodan. Je draait eigenlijk in tegenwijze zin. 1. Stap achter. Stap achter. En stap achter. Dus eigenlijk ga je 3 stappen naar achter zetten om eigenlijk je beweging te kunnen. Dus 1, stap achter, stap achter, stap achter. 1. Ik heb mij gedraaid, wacht, ik mag mij niet draaien. Even fout, wacht. 1, 1, 2, en 3 is voor, want ik noem links voor 1. Zo is het. Dus 1, rechts voor. Been naar achter en stap in. Jodan. Zo is het. Ja. Dus neem een beetje een stap naar achter, want we doen in de 2 Jodans in eenzelfde rechte lijn. Dus hoog, stap achter, stap achter, stap in. Jodan. Stap achter. Stap achter. Stap in. En nu zit je heel dicht bij de camera. Ik ook. Ik zit bijna in de camera. Oké, we gaan terug naar helemaal naar achter. Dus je doet eigenlijk 4 stappen vooruit als je wil. Maar doe je draaien. Achter. Achter. Stap in. Wapenen. Draai, stap achter, achter, stap in. Ja, dus de bedoeling is eigenlijk dat er, als je nog mee bent, dat je voelt dat er eigenlijk een logica in zit. Ja, dus je treedt links en rechts, maar in plaats dat we het vaak doen voor naar achter, gaan ze hier in deze reeks 2 keer in dezelfde lijn. Dat is het enige verschil. Dus vertrekt. Vanuit zo ver mogelijk. Hè? Je wapent en je draait eigenlijk in tegenwijze zin. Stap achter, stap achter, stap in. Hasso. En hier ga je eigenlijk stap achter en stap in. En als je het goed uitgevoerd hebt, sta je eigenlijk nu opnieuw links voor. Eens dat je hier zit, moet je eigenlijk terug. Jodan gaan en dan moet je 180 graden draaien om terug te lopen. Hè? Want nu zit je eigenlijk tegen de camera. We gaan de oefening doen die je moet doen als we op dat punt staan. Maar we gaan het nu frontaal weer doen, zodat je kunt zien wat er gebeurt. Dus we zitten hier met de Jodan. 1. En wat we gaan doen is eigenlijk een aanval die recht naar uw buik gaat, gaan we eigenlijk hier gaan. Kijk eerst even. 1. Ga je die opvangen. 1. En inslaan. Dus het is een heel grote circulaire beweging. Maar je moet je invoelen, proberen in te beelden dat je een stap naar voren zet om de slag of de aanval die in je richting komt op te vangen. Dus een klein beetje 1. Je slag opvangen. De aanval die hier toekomt, we sturen, 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 sturen.
één en je partner, boom, eigenlijk in zijn rug terug gaan aanvallen. Dus je gaat een hele grote rotatie maken in die beweging. Dus, you're down. Stap in, draai het af. Eén en stap in. Bam, ik heb hier mijn luster bijna mee. Eind voorzichtig. Hè? Dus, you're down. Eén, stap, draai achter en verder indraaien. Dus je gaat een heel groot cirkel maken van meer dan, ja, eigenlijk start je frontaal. Je vangt op, je draait. Eén, stap achter en je komt terug in met je linkervoet voor. Dat is de eindpositie. Dus een heel diepe, zou ik zeggen, bijna eigenlijk een grote één shionagi. Waarbij dat je eigenlijk een instap gaat gebruiken. Dus een grote één, hop, één, hop, achter. Dus probeer nog een keer. Langzaam. Je dan hoog. Eigenlijk de slag hier één. Opvangen, draai met je positie en bam, instappen. Het is belangrijk dat je goed, het is een oefening tussen uitbalans zijn, dus de dynamiek hebben en eigenlijk anderzijds de stabiliteit in dat evenwicht. Dus je krijgt een beweging die erg hier in hap zijn, bam, in laag inkomst. Grote circulaire beweging. Ik ga je proberen nu wat diagonaal te tonen. Eén. Dus één, hap, en hap naar beneden. Daar komt het op neer. Dus je gaat de aanval die eigenlijk op u afkomt, gaan opvangen en als je partner in zijn rug insnijden. Daar komt het op neer. Dat is de eerste beweging. De tweede beweging is, start dan met de linkervoet voor. Gaan we has. Jodan. Eén. En nu gaan we eigenlijk onze aanval krijgen in deze richting. En gaan we eigenlijk hier hetzelfde doen. Stap in. Opvangen. En bam. Terug inkomen. Dus we gaan identiek hetzelfde doen, maar aan de andere kant. Dus linkervoet voor. Eén. Ja. Jodan. Eigenlijk gaat je op. 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 Inkomen. En dus het is makkelijk die aanval die eigenlijk op je buik toekomt, gaan bam opvangen en bam eigenlijk in een grote rotatie werkelijk gaan inkloppen. Dus het is die hele grote rotatie dat je een beetje moet aanvoelen van oh, ik moet zoeken dat ik mijn balans niet kwijtspeel en dat ik mijn juiste voet plaats. Want dat is eigenlijk een oefening op voeling. Jo, dat is eigenlijk een beweging met je voet zelf, je gewicht gaat vrij hoog en je gaat die aanval in de buik gaan bam, bah, in opvangen. Het is eigenlijk in gelijk een wimpelpoel, gelijk een wervelwind, hop, gaan opvangen. Er is nog zo'n reeks, die noemt hyponage, waarbij dat je hele bizarre beweging doet, die hele baseballachtig zijn, maar dit is eigenlijk een eerste oefening om dat te ervaren. Oké, dus opnieuw, rechtervoet voor, één, rechtervoet voor, jodan, eigenlijk stap in, vang op, draai in, je eindigt met linkervoet voor, en ik stap even naar achter om hem terug te kunnen doen, links voor, wapen, jodan, eigenlijk stap in, vang op, draai, stap in. En nu eindig je opnieuw rechts voor. En dus de twee bewegingen zijn eigenlijk in één lijn uit te voeren. We gaan ze dan even van hieruit laten vertrekken. Eén, dus rechts voor. Dus we gaan nu eerst links zwenken. Eén. Op. Hasso, jodan.
1, eigenlijk hier links, rechts, hap, 1. Dus we gaan hier opnieuw de twee bewegingen doen in eenzelfde rechte lijn. Dat is belangrijk dat je dat aanvoelt als, ah ja, we hebben dus in de vorige oefening 2 naar voren gegaan, we hebben ons gedraaid en we moeten eigenlijk terugkeren, dus 2 keer terugkeren. Dat is belangrijk dat je dat in je achterhoofd hebt. Goed, dus. Jordan. Stap in, draai 1, stap in. Jordan. Stap in, draai weg, stap in. En dat zijn dus hier onze 2 Jordan die elkaar volgen, links en rechts. Als we de vorige terug bijnemen, hè, dus onze eerste Jordan, dat was eigenlijk een gemakkelijke, 1. Zitten we hier, 1. Met een stap achter, 1. Stap achter, stap in. Jordan. Stap achter, 1. Stap achter, 2. Stap in. En hier ga je eigenlijk Jordan zetten en 180 graden draaien. 1. Dus normaal zit je nu rug aan de camera en gaan onze 2 dat we laatst gedaan hebben terug gaan gebruiken. Dat betekent dus dat je hier je 1, op, en 2, op, eindigt. Dus 2 rechten. Dus we staan normaal gezien rug naar de camera. Je komt in Jordan en je draait 180 graden terug naar de camera. Dus doe de Jordan hier, doet je 2 vooruit en 2 terug. Als je de 2 vooruit gedaan hebt, draait je om terug te keren. Doe je de 2, draait je om eigenlijk terug naar de camera te gaan. Ik hoop dat je een beetje mee bent. Ik moet toegeven, ik ben zelf geen grote fan om danscursussen te organiseren en sets te kunnen onthouden. Maar hier doen we bijna in die richting. Dus onthouden, doe de reeks Jordan. Probeer nog een keer. Goed hoog. 1. Draai 180. 1. Draai achter. 2. Stap in. Jordan. Stap achter. Stap achter. Stap in. Jordan 180 graden. En hier. 1. Op. Jordan, 2, op, Jordan, en 180 graden, 1, terug naar de camera. Oké, geen gemakkelijke kost. Ik denk dat we daar een beetje moeten over laten bezinken. Ik wil nu nog heel eventjes de derde Jordan aan toevoegen, omdat die eigenlijk heel veel lijkt op de vorige. Kijk goed wat er gebeurt. Wat hebben we gedaan? We hebben de 1 Jordan geweest. 1. En we hebben eigenlijk hier onze beweging gedaan. 1. We hebben gedraaid. 1. En bij die eerste hebben we volledig weggedraaid. Wegdraaien en instappen. Dus dat was eigenlijk een grote draaibeweging. Hier gaan we, zoals in de kaiten, eigenlijk insnijden. Dus wat gaan we doen? We gaan eigenlijk instappen. We gaan de slag opvangen, 1, maar we gaan hier onze bekken draaien, 1 en terug, 1 in met de rechterbeen naar voren komen. Dus dat betekent, ik ga weer iedere 3/4 doen, kijk goed wat er gebeurt. Je gaat hier, Jordan, en je gaat eigenlijk hier de slag opvangen, 1, en ops, inslaan. Dus je ziet, je gaat hier Jordan. Dus 1, 2, been naar achter. Dus je gaat de torsie doen, maar je gaat niet volledig doordraaien. Daar straks, de vorige was 1, maar eigenlijk draaien. En nu ga je echt ietsje korter. Je gaat in wegdraaien, maar in plaats van verder door te draaien, gaat je hier insluiten. Dus je gaat eigenlijk de cirkel
doorbreken. Er is eigenlijk gelijk Eriminari 1, dat je Eriminari terug met de voorste arm Eriminari gaat zetten. In plaats van de achterste arm terug te laten komen, ga je eigenlijk 1 met de voorste arm terug in komen. Dat is wat er eigenlijk hier ook gebeurt. Dus, Jodan, stap 1, stap achter. Dat is eigenlijk de beweging. Hè? Dus hier, 1, dus 1, hap, 1. Dus hier ga je stap en achter. Dat is eigenlijk die derde Jodan. Maar we gaan dat volgende week terug uitvoeren, bijnemen. We gaan de vierde kunnen aan toevoegen. Ik stel voor om de Jodan 1, 2 en 3 nog één eventjes bij elkaar te sparren. We proberen Jodan 1. Draai 180 graden. Been naar achter. Been naar achter. Stap in. Jodan. Draai 180 graden. 1. 180 graden. 1. Stap in. Ah. Draai 180 graden. 1. En hier ga je stap in, draai weg. Stap in. Jodan. Stap in, draai weg. Stap in. Jodan. En dan gaan we draaien. 1. En bij 3 ga je eigenlijk hier. 1. 2. Op. En 1. 2. Terug. Ja, dus dat is eigenlijk die zwaaibeweging waarbij dat je eigenlijk je wapen, eigenlijk van hier, je moet je inbeelden dat je recht in de aanval komt, bam, en bam, terug in komt. Dus eigenlijk de aanval komt, ik heb geen paard meer natuurlijk binnen, hè, maar het idee is eigenlijk dat de aanval juist hier komt en je gaat met je zwaard eigenlijk hier de slag gaan opvangen. Eigenlijk ga je die wegjagen en bam, terug insnijden. Dus, in blote hand techniek is het eigenlijk een chodanzuki dat je eigenlijk opvangt en eigenlijk met een sokumen, no irimi, dat ze zeggen, terugstuurt. Dus eigenlijk ga je in en bam, terugsturen. En je gaat eigenlijk opvangen en twee. Dus het idee is eigenlijk opvangen en twee in. Als je je beweging met blote hand neemt, ga je eigenlijk opvangen en insluiten. Zonder wapen. Je stapt in. Zoek je opvangen. Wegdraaien. En je partner omvergooien. Daar gaat het om. En dan voel je eigenlijk de blote handtechniek die helemaal aanwezig is. Je krijgt een tsuki. Je stapt uit de lijn. Je vangt het tsuki op. Je draait het weg. Je wapent en bam, stuurt u je partner naar achter. Dan kun je de oefening Ushiro Kriotoshi. Het is eigenlijk een shomen die juist op u komt. Op, goed, 1. Dit is wat je eigenlijk gaat doen. Hè. Je gaat je partner opvangen, 1, abs, en terug de grond induwen. Daar, dat is eigenlijk wat je doet. Hè. Kriotoshi is de oefening. Dus de tsuki opvangen, draaien. En je partner goed naar beneden gooien. Als je dat nu terug met je zwaard zou doen, ga je misschien voelen waar dat naartoe gaat. En je zit je down, dus de tsuki opvangen en hops inslaan. Ik hoop dat je hiermee een beetje een voeling hebt met die zwaardbeweging. Want het is geen gemakkelijke reeks, ik geef zelf toe. Ziezo, lieve mensen. Ik hoop dat het hier en daar niet te ingewikkeld geweest is. Dat jullie er nog iets aan overhouden. Zijn er vragen? Ja, ik heb nog een vraagje. Ja, zeg maar. Ja, dan moeten we daar verschillen wapenen tussen het klassiek wapenen en het Sugano wapenen. Ja. Zwaartrekken. Ja. Ik heb heel de tijd altijd al geleerd dat ik het even staat te zien. Ik heb gezien dat bij het klassiek trekken dat je dat doet,
Ja. En bij het Sugano is het echt dat je wapen. Ik weet niet wat voor martialiteit dat er daarachter zit. In feite niet veel dan, bij wijze. Want als je enkel maar je verdedigen met zomaar dat, daar gaan we niet wijs maken. Nee, inderdaad, inderdaad. Dus in het klassiek Aikido is, we trekken ons zwaard en we beginnen vechten. De zwaard is getrokken. Ja. Bij Sugano zit je nog eigenlijk in een situatie waarbij dat je nog, je zwaard nog niet getrokken hebt, maar dat je aangevallen wordt. Ja. Dus dat zijn aparte oefeningen. In het klassiek Aikido, als je zwaard nog niet getrokken hebt dan. Of niet? Inderdaad, inderdaad. Oké. Voilà. Dus het idee van gevecht is, de zwaarden zijn getrokken en nu gaan we oefenen. Bij Sugano is eigenlijk in die oefening, specifiek in deze oefening, is de nauwlettendheid van, als ik mijn zwaard zo trek, gelijk dat je zegt, ja, dan kappen ze mijn hand. Dus ik moet mij schikken. En we weten bij Sugano dat hij heel goed bewust is dat de hami-positie je sterke positie is. In klassiek Aikido is die hami-positie veel minder sterk met een zwaard bijvoorbeeld, om af te sluiten. Met Sugano, hij gaat zijn zwaard eigenlijk duwen naar voren. Dus de punt gaat sterk. In klassiek Aikido hebben ze een neiging om ietsje meer breder te staan. Dus ze zitten met een zwaard, hè, zitten ze eigenlijk ook wat meer zo. Wat dan wij nogal goed, die halve, goed weggestoken zijn achter ons zwaard, zijn ze in klassiek Aikido eigenlijk al paraat om meer de Ituryu te doen. Maar dat er ook nog oefeningen zijn met je zwaard in je schede, want nu ben ik gerustgesteld. Je mocht geen appels met appels vergelijken of appels met peren. Appels met peren, appels met appels vergelijken moet wel, hè? Maar je mocht wel appels met appels en peren met peren vergelijken, maar appels met peren. Dat maakt soms wel ingewikkeld. Ik heb er zelf ook lang over gesabbeld om de houding van de klassieke Aikido, van daar niet te zwaar aan te tillen. Omdat we eigenlijk met die hami-positie even goed die beweging kunnen doen. Maar we merken wel, als je bijvoorbeeld de twee staps doet, als je het naar Sugano man gaat vragen, die gaan zo'n stap doen en die gaan zo'n stap doen. Dus die gaan vrij snuiven. Terwijl Aikido gaan ze. Echt? 1, 2, boom. Ze gaan gelijk een boomstam naar voren gaan. Ja, het is gewoon een verschil van vorm dat ik nu zie. Voilà, maar dat is... Maar ik vond het goed dat er zo... ik vond dat gewoon die kanteling van dat ik zeg van... Ja, normaal gezien is het hem gaan halen en nu... Ja. Maar als de oefening is van... Je zwaard is al getrokken, dan begrijp ik het wel. Okay. Voilà. Dus in klassiek Aikido zijn de oefeningen gebaseerd op getrokken zwaarden. Ja. Bij Sugano, in die verdedigingsoefening... vertrekken we vanuit een situatie dat je met een ongetrokken zwaard aangevallen wordt. Ja, nu ben je met een klassieke traan. Is goed. Ja, en eigenlijk onmiddellijk het aanleveren van oei, je hami-positie, die halve positie is echt wel van kapitaal belang, ik zal het zo zeggen. Oké, dan begrijp het verschil. Voilà. Zijn er nog vragen? Nee? Goed, dan sluiten we voor vandaag af. Het is 9:03.